Autoriteiten in Panama zeggen alles uit de kast te hebben gehaald bij de zoektocht naar de verdwenen Chris en Lisanne. Maar lokale vrijwilligers die op zoek gingen naar de Nederlandse vrouwen zijn teleurgesteld in de gang van zaken. Zo ook de man die de rugzak met spullen van Chris en Lisanne vond. Hij is gids en hij kent het gebied erg goed. Verslaggever Britta Sanders sprak met hem. De inwoners van Boquerte hebben enorm meegeleefd met de families van Chris en Lisanne. En ook hier wachten ze vol spanning op de resultaten van het onderzoek. Maar er is onvrede onder lokale bewoners over hoe de autoriteiten de zoektocht hebben georganiseerd. Want alle vondsten zijn gedaan door gewone mensen van hier. En niet door de professionele zoekteams. Eerst de rugtas vorige week woensdag, daarna de schoenen en overblijfselen. Allemaal gevonden bij de rivier de Culebra door gewone mensen zoals Feliciano González. En hij is teleurgesteld in de gang van zaken. We found that part. That. En they not say thank you for your help, no, thank nothing. You for no nothing. It's then, it's only pick move from the helicopter 2 minutes, 3 minutes to the house. Feliciano is gids in het gebied en heeft er een boerderij. Al sinds de verdwijning van Chris en Lisanne ruim 2 maanden geleden denkt hij elke dag aan de 2 jonge vrouwen die hier in zijn gebied zijn verdwenen. Today is 2 months, 20 days. Looking. When the people back the first time to Holland, the government stopped. Look, no, nothing. Yeah. When they back again, they move helicopters and like this. But 1 month after, it's only when they stay here. Met 6 Indianen en 3 man sterk uit het dorp Boquerte zijn ze gaan zoeken, omdat ze vonden dat er veel te weinig gebeurde. These people, they need move like this quick. And they didn't. No. You think? Waiting for the chief, waiting like this. They need talk this. They need talk the other side. Ik heb de hoofdofficier van justitie gevraagd om een reactie op de ontevredenheid van deze mensen, die er toch voor gezorgd lijken te hebben dat er eindelijk duidelijkheid komt in de vermissing van Chris en Lisanne. Maar zij wil op dit moment niet voor camera reageren. Hoe triest de uitkomst ook, Feliciano en zijn mannen zijn toch blij dat ze goed werk hebben kunnen doen voor de families in deze enorm onzekere tijden.